Ja, hallo. Sorry? Volgens mij doet hij het. Ja, dan klink je ook heel hard. Ja, de staat laat iedereen weten dat ze worden opgenomen. Nou, we zijn met z'n tweeën, dus we zijn allebei op de hoogte. Er staat ook hier bij mij informatie: iemand heeft een opname gestart. Oh, oké. Okay. Nou, dat Ja. klopt. Goed. Even kijken hoor. Nou, de bedoeling is dat ik een gesprekje met je heb. Ja, hoe het is om in deze coronatijden te functioneren, zou ik maar zeggen. Leuk. Ja, en dan ook een beetje dat naast de beleving van de bezoekers van de willig te leggen. Of het Ja. misschien hetzelfde is of anders, of misschien wel voor iedereen anders. Voor alle bezoekers ook verschillend. Ja. Maar zal ik maar gewoon van start Dus jij gaan? gaat gewoon vragen stellen, toch? En ik ga gewoon wat antwoorden geven, Ja, toch? maar misschien is het ook leuk als het een beetje een gesprekje wordt. Want anders krijg je zo'n vraag-antwoord dingetje. Dat is, daar heb je helemaal gelijk in. Dat wordt niks anders. Oké, nou, laten we maar gewoon vol goede moed starten. Precies. Oké. Maar nou ja, over die coronatijd, bijvoorbeeld zoveel mogelijk thuis blijven, dat wordt nu iets minder, heb ik gisteren gehoord. Maar toch, de afgelopen tijd, ja, hoe heb je dat beleefd? Ben je heel veel thuis gebleven of... Ja, ik vond het net als denk ik heel veel mensen heel erg lastig. Ik was eigenlijk juist heel weinig thuis. Oh. Want ik wilde, niet in de coronatijd, maar daarvoor heb ik het over. Want Oh. ik wilde juist natuurlijk veel in de stad zijn om mensen te ontmoeten, om werkbezoeken af te leggen, om nou ja, het echte leven te proeven. En toen was ik in één keer elke dag alleen maar thuis aan het werk. Dus ik ben eigenlijk nog steeds een beetje aan het wennen daaraan. Want ik dacht ook eigenlijk dat het helemaal niet kon als wethouder. Alleen maar thuis werken en thuis zelfs interviews en filmpjes. En weet ik het allemaal wat we doen. Maar we doen het. Want we vinden dat het moet, dat het hoort, dat het goed is om ja, dit crisis in te dammen. Dus daardoor hou ik me er keurig aan. Maar Ja. ik hopel wel weer om naar buiten te mogen. Ja, dat snap ik. En is het dan ook anders? Bijvoorbeeld, lig je nou langer in je bed 's ochtends of ga je 's nachts later naar bed of hoe? Nou, nee, ik ga niet zozeer. Ik kom niet zozeer later uit mijn bed, want ja, wij hebben een zoontje. Aha. Iedereen met kleine kindjes die weet ja of je nou zin hebt of niet, maar ja, rond een uur of zeven. Nou, als je geluk hebt, een keertje 7:30. En als je echt de jackpot hebt, dan wordt het 8 uur. Maar dan heb je het wel echt gehad. Dus dan moet je er gewoon uit of je nou zin hebt of niet. Want dan is onze kleine vriend wakker geworden. Dus dat valt wel mee. Wat ik wel doe, ik heb nu veel meer avondentijd. Dus ik heb ook wel wat meer tijd om 's avonds, nou ja, een beetje gewoon lekker ontspannen dingen te doen, hè? Een film te kijken. Dus dat vind ik wel heerlijk om te doen. Ja. Alleen dan moet je weer oppassen dat je weer niet te laat naar bed gaat. Als je zo laat naar bed gaat, dan ben je 's ochtends weer niet fit. Dus in die zin moet ik ook een beetje discipline houden en niet nu in één keer in allerlei gekkigheid vervallen. Want dat gaat ook voor een wethouder niet lang goed. Nee, en voor de kleine vriend ook niet dan. Nee, want dan is hij natuurlijk 's ochtends helemaal heel boos. Ja. Nee, want die kleine vriend die moet ook echt meteen, als hij 's avonds naar bed moet, dan moet hij ook naar bed. En kijk, wij leggen hem gewoon naar bed, dus hij heeft geen keus. Maar ja, ook voor hem geldt goed inderdaad discipline houden op tijd naar bed, op Ja. tijd eruit. Voor. Ja. Nou ja, ik heb van mensen of bezoekers van de Willig wel gehoord dat wat moeilijker is om de discipline erin te houden. Ja, Ja, maar ze snap ik heel zijn wel. goed. Oh, sorry, ja? Snap ik heel goed, zei ik. Ja. Maar ze hebben wel heel erg veel aan de livestream uitzendingen van de Willig. Dat helpt om ze uit bed te Ja. krijgen, zeg maar. Dus Ja. dat is wel fijn. Maar wat ik ook hoor van mensen, van bezoekers van de Willig, is dat heel veel mensen die daar komen, die wonen in ja, instellingen, zeg maar, of tehuizen.
En dat dat overal anders is. Van in het ene huis moeten ze op een kamer blijven, mogen ze geen boodschappen doen. In een andere huis mogen ze wel naar buiten alleen om boodschappen te doen. Ja, het is een beetje verwarrend voor die mensen. Ja, ja. Het is ook heel verwarrend. Want inderdaad is het zo dat op de ene plek mag dit weer net wel en op de andere plek mag dit weer net niet. Ja. Dus dat is soms ook niet helemaal goed te begrijpen of allemaal goed te doorgronden of te snappen. Dat vind ik zelf ook. Mm-hmm. Het is, en het komt ook een klein beetje omdat het natuurlijk ook improviseren is. Hè? Ja. Iedereen wordt in één keer voor een enorme uitdaging gesteld die niemand had zien aankomen. En iedereen doet het dan met ja, de kennis en de mogelijkheden die hij zelf heeft. Mm-hmm. En die kunnen ook weer net weer verschillen, hè? Van bij de ene en bij de ander. Bij de ene plek is soms wat beter mogelijk om die anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Hè? De andere plek is veel moeilijker. Op de ene plek heb je echt maar een paar bewoners. Op de andere plek heb je soms wel veel meer bewoners. Die misschien ook allemaal weer hun eigen ruimte hebben. Soms heb je veel gemeenschappelijke ruimtes waar gebruik van wordt gemaakt. Andere plekken hebben vooral heel veel individuele ruimtes en kamers. En weinig gemeenschappelijke ruimtes. Dus ja, al die verschillen die maken er ook weer. Die zorgen ook weer voor heel veel verschillen van ja, hoe dat dan werkt bij de ene plek en bij de andere plek. Ja, ja nee, dat snap ik. Maar ja, het is voor mensen. Ja, niet leuk. Verwarrend. Goed. Verwarrend. Ja. Ja. Nee, maar dat is. En ik ben bang alleen dat ik die verwarring niet kan oplossen. Nee, dat begrijp ik. Maar je probeert een beetje naast elkaar te leggen. Hè? Ja. Dan, nee, maar dat verschillende ervaringen, zeg maar. Het is ook ontzettend verwarrend. Dus ja, ja dat is mm-hmm. helemaal waar. Oké. Okay. Ja, en je komt dus wel buiten, maar dan anderhalve meter en wel boodschappen doen zelf? Of? Ja, dat is ook wel grappig om te vertellen, inderdaad. Wij doen nu één keer per week boodschappen. Dat hebben we ook besloten, want als we nou heel vaak boodschappen gaan doen, en wij deden wel wat vaker boodschappen, maar ja, dan kom je natuurlijk ook weer vaak in de supermarkt. Mm-hmm. En het is juist te doen dat het ook in de supermarkt niet heel druk wordt. He, dat ja. elke dag, dus we proberen dat ook een beetje voorzichtig te doen. Ze hebben besloten één keer per week boodschappen. En dan helpen we een beetje mee om het niet te druk te krijgen in de supermarkt. Mm-hmm. Dus dat we proberen. Maar wat ik zelf ook heel belangrijk vind is. Kijk, ik heb natuurlijk nu nog steeds ben ik aan het werk. Alleen allemaal vanuit huis. He, dus met dit soort video, livestreams of we doen. Mm-hmm. Bellen of een filmpje opnemen. Nou, je kan het allemaal zo gek niet bedenken, maar het is allemaal vanuit huis. En ik heb al een paar keer gegrapt. Als het nog even zo doorgaat, dan roest ik nog een keer vast aan de stoel waar ik op zit. Mm-hmm. Want ik zit de ochtends ga ik erop zitten. En dan kom ik aan het eind van de middag weer af. En soms ook in de avond. En ja, en je moet natuurlijk wel in beweging blijven. Dus wat ik nu zelf doe, ik woon in Kanaleneiland. Daar heb je een prachtig kanaal. Dat weten de mensen wel, denk ik. Mm. En dan kun je aan de boulevard heerlijk lopen. En eigenlijk probeer ik, als het even kan elke dag, dat lukt niet elke dag, moet ik er meteen bij zeggen. Dat is dan weer mijn gebrek aan discipline. Maar ik probeer eigenlijk toch wel elke dag even over de boulevard te lopen, om in beweging te blijven. En elke dag gewoon eventjes wat lekker ontspannen eventjes een loopje te doen. Ja. En soms, dan combineer ik dat met een belletje. Dus dan doe ik oordopjes in en dan doe ik ondertussen, bel ik dan iemand. En dan combineer ik het. Maar soms, en eigenlijk heel vaak ook, ga ik gewoon echt lopen. En uitwaaien. Oké. Okay. En als je boodschappen doet, hoe doe je dat als je dat één keer in de week doet? Ga je dan met de auto of zo? Dan moet je natuurlijk de hele lading... Nou, wij hebben de mazzel dat we een bakfiets hebben. Ah, oké. Okay. En in die bakfiets, daar kun je best wel wat boodschappen in kwijt. Dus daar lukt het mee. Maar je hebt gelijk, dat is niet makkelijk. Het is veel. Ja. Maar op die manier lukt het ons. Oké. Okay. Maar ja, het is wel ongelooflijk veel. Dus als het een beetje vaker per week kan. En kijk, het is toch ook een beetje om te voorkomen dat je ook juist vaker boodschappen gaat doen. Hè? Want heel veel mensen denken natuurlijk nu ook van, nou, die boodschap, dat is toch een leuk uitje.
Kun je toch even elke dag even naar buiten toe? Nou ja, ik weet het niet. Ik vind het niet zo leuk. Ik krijg de zenuwen van die anderhalve meter in de supermarkt. Dat Oh. mensen te dicht langs me lopen en dat ik denk, help, ik wil naar huis. Want, Ook waar. Dat is ook waar. ja, maar goed. Maar dat, nou ja, dus en sowieso, voor de mensen die überhaupt niet naar buiten kunnen, is het wel fijn dat de boodschappen gebracht worden dan. Ja, zeker. Oké. En hoe doe jij dat dan met de boodschappen? Wat zeg je? Hoe doe Hoe ik jij het dat doe? dan met de Ja, boodschappen? ik ga zo min mogelijk naar de supermarkt. En dan probeer ik voor 2, 3 dagen eten in te slaan. Oh ja. En sjouw dan met 2 tassen. En hoop ik dat ik voorlopig weer vanaf ben. Ja. Maar blij word je er niet van, hoor Nee, ik je. word er niet blij van. Nee. Maar ja, wie wordt er nou wel blij van? Maar goed, Nee. even kijken. Want ik moet ook Je een moet beetje wat. tijd. Oh, sorry, ja? Je moet wat, zei ik. Ja, dat is waar. Even kijken. Krijg je nog bezoek eigenlijk? Oh, wat leuk dat je dat zegt. Ik ben namelijk jarig geweest. Ah, gefeliciteerd. Dankjewel, dat Oh was een ja, heel. Wat geloof zei je? 1 mei, dacht ik. Op 1 mei, ja, dat heb je helemaal goed. Ja, dat had ik gezien. Ja, Ja, gefeliciteerd nog. en dankjewel, dat was heel leuk. Dat was heel leuk. En toen, ja, ik ben 30 geworden. Zo. En als je 30 wordt, of 40 of 50, weet je wel, van die, dan is dat wel vaak een reden voor een. Toch een beetje een feestje, hè? Ja, het is wel een mijlpaal. Wel een mijlpaal. Ja. Alleen ja, dat kon natuurlijk allemaal niet nu, hè? Dus wat wel heel leuk was, is mijn partner, die had een video, ja, een video vergadering eigenlijk geregeld. Dus mijn familie was en vrienden en dat was echt heel leuk. Oké. Dus zo was ik toch nog echt heel erg jarig. Ja, Dus dat is mooi. dan was ik heel blij. Want verder was het natuurlijk eigenlijk gewoon de hele dag niemand. Geen visite. Want dat kon niet, dat hoort niet, dat past niet, dat mag niet. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Maar op deze manier konden we toch met elkaar in contact blijven. Dus ik was er echt heel blij mee. Ja, ik hoor van bezoekers van de Willig dat ze ook heel veel video of bellen en WhatsAppen en Ja. soms beeldbellen, weet ik hoe Ja. dat heet. Dus ja, maar dan heb je toch een leuke verjaardag gehad. Ja, dus zelfs op die manier kun je toch een leuke verjaardag hebben. Nou, dat is toch ook leuk. Dat je dus Ja. daar niet altijd hoeft te denken van, nou ja, het is uiteindelijk allemaal heel saai nu. Dus ook via videobellen of beeldbellen of weet ik het allemaal hoe het heet, kun je toch best wel een mooie, ja, Ja, verjaardag. maar je moet ook een beetje over de middelen beschikken. Hè? Zoals mensen in tehuis en instellingen hebben vaak niet eens Ja. een laptop of niet eens een telefoon. Nee. Een smartphone. Dus die zitten dan een beetje verstoken van elk contract. Ja. Dus Ja. maar Ja. goed, hierover hebben we. Wat doet de gemeente? Heeft die specifieke, hoe zeg je dat, maatregelen voor mensen met een beperking? Of doen jullie dat in samenwerking met anderen of Nee, hoe? wat eigenlijk is het zo dat, de gemeente voor alle juist kwetsbare groepen heel erg extra oplet. En natuurlijk zijn mensen met een beperking ook een van die groepen die extra kwetsbaar zijn. Of dat nou een fysieke beperking is, hè, of het is een psychische beperking. Ja, dat vraagt vaak wel wat extra aandacht. En Ja. dat doet de gemeente dan ook. Dus wat we vooral gedaan hebben, is dat we op al die dingen die er zijn, alle voorzieningen, alle activiteiten, alle gesprekken, noem maar op, dat we heel erg hebben ondersteund om dat allemaal digitaal zoveel als mogelijk voor te kunnen zetten. Dus we hebben zoveel als mogelijk geholpen om die digitale vormgeving ook echt waar te kunnen maken. En je zei het net zelf, sommige mensen hebben niet eens die digitale middelen. Nou ja, dan moet je dus ook helpen dat mensen de digitale middelen wel kunnen krijgen. Dus nou ja, op die manier zijn we extra alert op mensen met een hele kwetsbare positie. Dat vraagt van ons extra uitdaging, ook een extra inzet.
Dat deel ik niet alleen, maar eigenlijk is iedereen in het college, dus ook alle andere wethouders, burgemeester, ook de raadsleden, zijn er eigenlijk ook van overtuigd, dan moet je echt iets extra's voor doen. En zo is ook onze inzet eigenlijk ingericht. Maar kunnen mensen dat dan ook aanvragen bij de gemeente als ze zo'n digitale steun? Wat heel vaak zo is, is dat mensen die echt iets ontbreken, in ieder geval zelf iets kunnen aanvragen bij de organisatie waar ze bijvoorbeeld actief zijn of waar ze soms komen. Dus daar zou ik die vraag zeker zijn. En als dat inderdaad ook niet lukt, nou ja, dan vind ik inderdaad, dan moeten we eens kijken of we daar een oplossing voor kunnen bedenken. Okay. Dus ik zou zeggen, als je daar echt zelf tegenaan loopt, dan ga je in ieder geval naar je organisatie toe, waar je bijvoorbeeld een activiteit volgt, of gaan we in de wil, of op welke plek dan ook. En als dat nou echt tot grotere vraagstuk leidt, dus dat meer mensen dat doen, dan gaan we kijken of we daar een oplossing voor kunnen bieden. Ja. Oké, okay. Nou ja, dan blijven er nog wel een paar problemen over natuurlijk. Ja, er blijven nog heel veel problemen over. Dan mag ik nog een ander mooi voorbeeld noemen, wat ook afgelopen... Er zijn eigenlijk heel veel mooie voorbeelden natuurlijk gebeurd, hè, de afgelopen weken. Een heel mooi voorbeeld vind ik ook wel de buurtmaaltijden. Die zijn georganiseerd. Initiatief dat in Overvecht is begonnen, nu ook in Kanaleneiland en volgens mij ook al op andere plekken in de stad. Waar mensen ook wel weer juist maaltijden kunnen krijgen. Dus dat kan soms ook heel erg handig zijn of hulpzaam zijn. Ja, nee. Ik wilde nog een ander voorbeeld noemen. Een tas voor thuis. Die Stichting DOC heeft uitgereikt. Een tas met allerlei spullen erin. Ook vooral voor kinderen. Maar, om vooral ook thuis voldoende te doen te hebben. Want ja, je kan natuurlijk ook gewoon veel minder dan normaal. Ja. Ja, dus dat is nog een ander mooi voorbeeld. Ja, inderdaad. Het is fijn dat dat er ook is. Maar ja, wat ik wil niet negatief doen of zo, maar... wat ik hoor van bezoekers van de Willig is dat... Ja, ik vroeg net van, doet de gemeente ook iets voor mensen met een beperking? En dat ze zich toch een beetje niet gezien voelen en... Van het gaat heel veel over de mensen die thuis werken, of dat de kinderen weer naar school mogen, of dat er extra aandacht voor ouderen moet zijn. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die niet kunnen werken, die sowieso altijd al thuis zitten, die nu niet meer naar de dagbesteding. En ze voelen zich een beetje ondergeschoffeld. Ja, helaas heb ik dat al vaker gehoord. Daarom ben ik blij dat ik nu even tot hen kan spreken op deze manier. Want dat is absoluut niet onze insteek. Dus als dat het gevoel er is, als mensen daar dat gevoel hebben van hey, de gemeente denkt niet aan ons, of we worden een beetje onder het tapijt geschoven, dan wil ik graag echt er alles aan doen om dat gevoel weg te halen. Want we denken wel degelijk aan ook jullie hele lastige, moeilijke positie juist in deze tijd. De wereld is dicht. Hè? Dus dat is gewoon echt ontzettend balen en jammer. Doe ik ook met pijn in het hart, hè, want ik vind de Wilgen een fantastische organisatie. En wat er allemaal voor activiteiten gebeuren, dat is echt petje af, geweldig. We hebben daar heel veel aandacht voor. Maar ik snap ook wel weer het gevoel, want het ging natuurlijk inderdaad de afgelopen keren wel heel veel over ouderen, over kwetsbare ouderen, over mensen met bijvoorbeeld longproblemen. Het ging over de intensive care. Er waren natuurlijk ook wel heel veel andere groepen die het ook heel zwaar hadden. Ja. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat de mensen die de WILG bezoeken, dat die dat gevoel ook hebben gehad. Oké. Fijn dat u het even zo hun adresseert. Dan kunnen ze daar misschien ook wat mee. Beetje rechtzet op deze manier, toch? Het is gewoon, een rotpositie als je je kamer niet af mag en niks kan en niemand mag ontvangen. Ja, dat is. Maar er komt enige verruiming, begrijp ik, dus dat is wel fijn. Ja. Oké. Zijn er ook dingen die nu gebeuren, dat u denkt, dat vind ik eigenlijk wel fijn. Dat is, zou ik als er geen corona zou zijn ook wel zo willen houden. Dit is natuurlijk eigenlijk gewoon in dat klopt. Het is gewoon eigenlijk in feite gewoon echt een rotperiode. Hè? Dus hoe je het ook went of keert. Het is echt een hele nare periode waar heel veel mensen echt heel veel last van hebben.
En gelukkig zie je heel veel creativiteit loskomen om het te verzachten. Maar laten we ook niet doen alsof, alsof we de wereld aan het uitvinden zijn in de periode van corona. Daar zou ik een beetje voor willen waken. Hè? Dus het is echt een rottijd en we zullen heel blij zijn als we deze tijd weer achter ons kunnen laten, denk ik. Maar toch, wat zie ik nou voor mooie dingen die we misschien zouden kunnen vasthouden? Nou, eentje die ik heel mooi vind is, ik zie eigenlijk, en dat heeft niet zoveel met de gemeente te maken, hoewel een klein beetje wel, maar ik zie eigenlijk heel veel contact in en tussen buren ontstaan. Dus in de buurt en tussen buren. En daar komen mensen natuurlijk hun huis niet uit mogen en daardoor ja, zoeken ze iets wat direct in hun directe omgeving is. He, dus bijvoorbeeld bij mij in de buurt dan was er Koningsdag. En toen was in één keer, werd in één keer in de flats bij mij in de buurt, werd in één keer Koningsdag spelletjes gedaan. Een quiz was dat. Vanaf de flats. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk, want iedereen ging op het balkonnetje zitten om mee te doen met de quiz. En er was een prijsuitreiking. Alles natuurlijk op 1,5 meter. En dan zie je in één keer dat je in zo'n buurt, in zo'n buurtje eigenlijk een hele nieuwe vorm krijgt van, hé, dit is ook onze buurt. Hè? Dit is ook wat we met elkaar kunnen. Elkaar ondersteunen. Ik zie ook heel veel dingen ontstaan waarin mensen dus juist ook in de buurt extra op elkaar letten. Hè? Dus juist in de buurt een, wat eten of wat maaltijd brengen bij de buren of bij de bewoner om de hoek. Dus ik zie eigenlijk, en dat komt natuurlijk omdat je aan huis gekluisterd bent, zie ik heel veel dingen gebeuren in de buurt. En dat vind ik eigenlijk heel positief. Ik hoop dat we dat vasthouden. Oké. Nou, ik vind het zelf wel lekker dat er veel minder verkeer is, van qua auto's en de vliegtuigen. En zo. Ja. Dat zou ik graag zo willen houden. Maar goed, dit is mijn... Het is wel heel rustig nu. Dus, ja. Een schonere lucht, heerlijk. Heerlijk. Ja, dat is waar. Gewoon de lucht is geweldig. Ja. Maar ik hoop ook dat we bij de Willig voorlopig door kunnen gaan met livestream, digitale dingen. En dat we ook langzaam stapje voor stapje weer wat meer open kunnen. Want denk ik, ja, gaat het zo meteen ook nog door als de Willig weer open zou kunnen? Sorry, wat zeg je? Gaat de livestream nou ook nog door als de Willig weer open zou kunnen? Nou, volgens mij, wat was het, drie ochtenden voorlopig. Okay. En dan heel langzaam weer stapje voor stapje activiteiten aanbieden. Maar dan echt op 1,5 meter met allemaal veiligheidsmaatregelen en alles. Dus. En dan kijken in hoeverre dat gaat lukken. Ja, dus voorlopig is de livestream er ook nog wel. Ja, in ieder geval op maandag, maandag, woensdag en donderdag, als ik het goed heb. Ja. Nou, dan weten de mensen vast wel, toch? Als ze trouwen. Anders kunnen ze het altijd op de Facebook-pagina van de Willig vinden. Dus... Ja, heel goed. Oké. Okay. Zeg maar, het is veel langer dan ik dacht, maar dat geeft niet. Maar dus, ik stel voor dat we tot een einde komen. Ja, dankjewel. Ja, heel erg bedankt. Je gooit er voor een dubbeltje in en je krijgt voor Rijksdaalder. Ja, dat klopt. Oké. Maar heel erg bedankt voor je medewerking. Zeker, heel erg bedankt. Heel leuk, Anneke. En we spreken elkaar. Ja, is goed. En succes met thuiswerken nog dan, hè? Ik hou vol. Oké. En hou het gezond. Ja. Oké, doei. Doei.